Voor de 40 dagen tijd. 40 dagen met Jezus optrekken richting Pasen. Bonhoeffer als gezelschap. Bonhoeffer als medeganger. Bonhoeffer, niet oud geworden, maar een prachtige theoloog die heel veel mooie boeken heeft nagelaten. En voor deze periode allerlei gedachten uit zijn boeken tezamengebracht in twee boekjes. Eén, onderweg met Bonhoeffer, 40 teksten voor persoonlijke stille tijd. En het andere boekje, 40 dagen tijd, onderweg met Dietrich Bonhoeffer. Dit boekje geeft een hele reeks van gedachten, vergezeld van vragen en vergezeld van een Bijbeltekst, maar verder geen illustraties. En dit boekje geeft evenzeer 40 gedachten voor deze periode van iemand die zelf dus, dat er heel goed bij zit te zeggen, lijden heeft meegemaakt. En dit is dan vergezeld van voor elke dag ook een foto, een illustratie. Ik zou uit dat tweede boekje, 40 dagen tijd, onderweg met Dietrich Bonhoeffer, een kleine tekst willen voorlezen. Dag 28, de zaterdag uit de vierde week, onder de titel Ecce Homo, zie de mens. De wereld wordt niet overwonnen door haar omver te werpen, maar juist door verzoening. Wij mensen kunnen de wereld niet aan. Wij kunnen haar niet verslaan. Ondanks onze idealen en ondanks onze systematisch uitgedachte plannen, ons geweten, ons plichtbesef, onze verantwoordelijkheid en al onze goede eigenschappen. Desondanks zijn we daartoe niet in staat. Dat kan alleen door de volkomen liefde van God. En dan gaat het niet om een of ander abstract idee van de liefde, maar om de werkelijk geleefde liefde van God in Christus. Alleen die kan de wereld verslaan. Want deze liefde van God trekt zich niet terug uit de werkelijkheid in vrome zielen die zich hebben afgezonderd van de wereld. Nee, ze ervaart de werkelijkheid van de wereld juist in al haar hardheid en lijdt daar ook aan. De wereld gaat woedend tekeer tegen het lichaam van Jezus Christus. Maar de gemartelde heiland vergeeft de wereld haar zonde. En zo komt de verzoening tot stand. Ecce Homo. Bonhoeffer schrijft dat en heeft het zelf gedaan, tot op het bittere einde.